Maar even omdraaien, dan moet je erop zitten. We gaan over de prijzen. We hebben vandaag de hanen niet zo enorm hard gekraaid. Misschien komen het mooi weer van vanmorgen, dat ze morgen om 6 uur al wakker waren. En dat ze nu eigenlijk pas uitgekraaid zijn. Of er waren enkele bij, die hebben misschien een griepspuit gehaald van de week. Ja, een schorre keeltjes. Dat zou best kunnen. En ik heb ook soms een idee dat er bepaalde mensen ook hanen niet hadden gedaan. Dat die de zaak opstuwden om niet te kraaien. Maar goed, daar zoeken we nog verder uit. De vijfde prijs, die is gegaan. We hebben twee vijfde prijzen. De heer Pelgrim en Van Doorn, allebei 16 keer gekraaid. We hebben net even gewikt en gebogen wie dat moet worden. En nu is het geworden dat twee prijzen. Pelgrim, Harry. Harry. Waar is Harry? Harry. Gefeliciteerd. 16 keer gekraaid. Ja. En Van Doorn? Martin, ook gefeliciteerd. Ook 60 jaar gekraaid. Dan hebben we, ja, geen oproep krijgen. Ik kon net, naam niet even, ik kwam niet, ik wilde me niet te binnen schieten, maar dit was echt geen oproep krijgen. Dit was van Kukkelnest. Zeg ook 60 keer gekraaid en die hebben de eerste prijs gegeven voor Kukkelnest. Geweldig gekraaid. Oh. Ondanks veel rumoer, toch goed gedaan. Wat ben je nog meer? Dan hebben we de tweede prijs, Jan Kroeshoff. Het kan in de strijd tussen neer en voor. Maar neer wint vaak in voor en voor, dan moet je neer. Dit jaar heb ik het laten zitten. Jan, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En dan gaat de eerste bij, hoe je het nog naar voren toe. Harry Walders.
Ja, die man heeft zelf geschreven. Ja, die moet je nog even nakijken. Hartelijk bedankt. Geweldig. Alle mensen, heel veel dank. Ook de jury bedankt. En Wim nog even iets. Wim heeft dat een ronde gemaakt. En Wim moet dan even vertellen hoe dat gegaan is. We hebben dan die poolwedstrijd gehouden. Er waren heel veel mensen die het totaal aantal kraaien veel hoger ingeschat hadden. Er waren om de 700, maar er waren er maar 268 kraaien in totaal van alle hanen. Dat had niemand goed, alleen er waren twee personen die hadden de winnende haan van 23 keer wel goed. En die ga ik dan de prijs geven. Dat is Ben Kramer. En Gerrit Ekstekaart. Meen je niet? Ja. Dat hebben we niet verwacht. Ja, dankjewel hoor. En de andere helft van de pot is voor het kukkelnest. Zal ik Edu Hoek overhandelen, dan weet hij waar het terecht komt. Ja? Doe dat. Doe dat voor mij, maar weer kukkelnest. Ja? Wil je maar gewoon mee in? Nou, dat heb ik niet nodig. Absoluut. Ja? Oké, okay. Gerrit, bedankt nog heel veel. Graag gedaan. Hartstikke bedankt, Wim. Ja, alsjeblieft. Jullie ook allemaal bedankt. En ik hoop dat volgende keer weer komt. En jullie volgende keer weer. Wij doen maar weer een jury. Ja. Ga je mee?